Hallo Tilda en Sint, dit is videobrief 3. Dit gaat over de zwemmarathon, de vragen over de oorlog en de juffen uit Nederland. Deze week komen er juffen uit Nederland naar hier. Het verschil te zien van de school in Nederland en in België. Waarom komen jullie eigenlijk naar onze school? Om ook eens een keer te kijken op een school in een ander land, in Vlaanderen. En daar de verschillen en dezelfde dingen te zien. Wat is het verschil tussen onze school en die in Nederland? Bij ons zitten de kinderen allemaal in één gebouw. En ook de kleuters. Bij ons gaan de kinderen vanaf 4 jaar naar school. En hier 2,5 al. Dat is een groot verschil. En ook waar wij een beetje aan moeten wennen. Wij zeggen groep 1 zijn bij ons de kindjes van 4 jaar. En groep 8 zijn de kinderen van 12 jaar. Jaar 6. Jaar 6. Waar is de school toffer? Wat een leuk woord. Toffer. Dat kennen wij ook al niet. Nee. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Leuker. Het is overal leuk. Hier is het. Daar zijn we nog maar erg kort voor, hè? Ja. Maar bij ons is het ook heel leuk. Ja. Tot ziens. Nou, bedankt. Ja. Op 11 november waren de vragen over de oorlog. Jens, waren het moeilijke vragen? Ja, er zat een vraag tussen van wat is een senaat? En ik heb jou moeten pakken. En over dat ringende vragen. Over Nieuwpoort en het Koningshuis en de oorlog. En Tibo stond de 2. Tijdens de prijsuitreiking hebben ik en Jens zeer mooie boeken gekregen. Gisteren moesten we naar het zwembad voor de zwemmarathon. Het was zwaar, maar we hebben toch de 2e plaats bereikt. Het was niet veel of we waren de 1e. Het winnende team bestaat uit Jordi, Jesse, Nick, Stacy, Thibaut, Kiel, Cindy er niet is en Virginie. We hebben eindelijk een datum vastgesteld met de burgemeester. 10 december. Deze maand gaan we afvragen aan de burgemeester met 5 rijkproducten erin. Zoals wijn, broden, koffie, drank. Doe mee aan onze wedstrijd. Wie al de 5 de woordjes juist heeft, krijgt deze 100% katoenen trui van ons project Fairtrade. Heerlijk eerlijk. Woord 1. Courtois. Tip 1. Woord 2. Stup. Tip 2. Ho, ik ben mijn stutten vergeten. Ik ken hem in mee. Woord 3. Jam. Tip 3. Proef de keer dat die Jam goed is. Dat is tip goed. Woord 4. Tip 4. Werk ik ook wel zo'n chille klakken, hè? Werk ook mee. De stad. Woord 5. Pipaljoen. Tip 5. Wat is een pipaljoen eigenlijk? Dat is een klein beisje. Wat voor klein beisje? Een kever met een rode en zwarte stijl. Oh, dat wist ik dan niet. Je wist het dan niet. Ja. Stuur je antwoord hier naar dit e-mailadres. Door Tilda en Sid. Dit was onze 3e videobrief. Door Aisha, Niels, Jordi, Farshad. Tot de volgende week.